Mancini staat op een shortlist om Gianpiero Venturo op te volgen, werd ontslagen nadat Italië er niet in slaagde om zich, voor het eerst sinds 1958, te plaatsen voor het WK. Zweden was in de play-offs te sterk voor La Esquadra Azzurra. Wanneer je in het buitenland bent, mis je altijd je land, vertelt Mancini in een gesprek met Sky Italia. Je ziet het nationale team spelen en het neemt je mee terug naar het verleden, de jaren 70 en 80, met veel emotie. Je weet het nooit in het leven, maar ik denk dat het coachen van Italië op een dag en buiten gewoon iets zou zijn. In de tussentijd zal ik proberen te winnen en mijn beste te doen met Zenit. De 53-jarige Mancini zou onder vuur liggen bij Zenit nadat de club uitgeschakeld werd in de Europa League tegen RB Leipzig. In de competitie staat de ploeg vijfde met 10 punten achterstand op koploper Lokomotiv Moskou.